one by one, the guests arrive, the guests are coming through. The open-hearted many, the broken-hearted few. And no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Angstbeeld. Je staat in het startblok, je hoort op uw plaatsen. Je komt overeind. Het startschot valt. Je wilt gaan. Maar je zit vast. Links en rechts sprinten de atleten weg. In de verte staat iemand wanhopig naar je te wenken die het stokje in ontvangst had moeten nemen. Je probeert de zaak enigszins te relativeren, maar je zit tot je strot vol met anabole steroïden. Je blik dwaalt af naar die van de starter, die je aankijkt met een paar ogen van: ik zal hem toch niet geraakt hebben? Nog een angstbeeld. Je komt op, het doek gaat open. Of liever gezegd, het doek gaat open en je komt op. Ander angstbeeld is dat je opkomt en het doek gaat niet open. Dan ga je af. Je komt op, het doek gaat open en je zegt: hoe noem je een man die je met een vrouwencondoom doet? En opeens besef je, niemand in de zaal weet wat een vrouwencondoom is. Misschien zijn er wel mannen die denken dat dat het plastic omslag van opzij is of... Sinds dit jaar is er ook een vrouwencondoom. Dus hoe noem je een man die je met een vrouwencondoom doet? En opeens wil iedereen het weten. Iemand zit thuis in de huiskamer een beetje te zeppen en die hoort het woord vrouwencondoom. Dus die belt onmiddellijk zijn zwager in Appingedam. Nederland 3, vrouwencondoom. Die belt zijn neef en in no time zit het hele land met de vraag: hoe noem je een man die het met een vrouwencondoom doet? En op dat moment realiseer je dat het antwoord op de vraag niet geschikt is voor een breed publiek. Slecht voor het milieu, vrouwenvriendelijk en er zitten racistische trekjes in. Maar het allerergste is, de grap is niet leuk. En dus moet je zoeken naar iets anders, want mensen zitten alweer met die afstandsbediening om klaar naar een ander net over te gaan. Dus je moet iets leuks verzinnen. 12,5-jarig regeringsjubileum van onze koningin. Iets leukers schiet me op dit moment niet te binnen. De koningin zegt tegen de prinsgemaal: weet je dat ik de touwtjes nu alweer 12,5 jaar in handen heb? Waarop Klaus zegt: kun je ze iets laten vieren? Even is er opluchting. Hè? Even willen de mensen niet meer weten hoe je die man noemt. Maar dan is de spanning opnieuw terug. En mensen beginnen om te schakelen. En zitten opeens naar de staatsloterijshow te kijken. Nog zo'n angstbeeld. Je zegt: alles wat ik heb, geef ik aan de derde wereld. Kan je makkelijk zeggen, want je hebt niks. En dan win je de hoofdprijs in de staatsloterij. 3 miljoen. 3 miljoen! Wat een krank. Over ontwaarding gesproken. Ik heb nog in een tijd televisie gekeken dat er een quiz was. En toen werd er nog uitgesproken, zodat je ook wist hoe je het spelde. Dan was er een quiz en dan kon je 1000 gulden winnen. Min een cent. Die cent ging naar de VARA. 1000 gulden. Daar is de VARA groot van geworden. 1000 gulden. En dan zat het hele land zat. Ik dacht, voor 1000 piek? En nu is het 3 miljoen. Zep, 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 zep. Nee, maar er is nog een gigantische ontwaarding aan de gang. Ik weet nog heel goed, in diezelfde tijd hadden we bij ons in de buurt een jongen en die had polio. Dat had je nog toen, hè?
En ja, die mochten dan vanwege hun geloof niet ingeënt worden. Want kijk, onze lieve Heer had dat prachtige polio geschapen. En had die gluiperige duivel een serum ontdekt. Ja, dat kon natuurlijk niet, hè. Dus dat ventje, dat moest revalideren in polio. Maar ja, er was geen geld, hè. Want als ze ouders rijk geweest waren, hadden ze wel een ander geloof gehad. Dus dan hebben wij, en dat weet ik nog heel goed, toen hebben wij met de familie De Jonge ervoor gezorgd. Ja. Dat ventje, mijn moeder zit zelf in de zaal, dus die kan het wel. Dat ventje naar Polië kon en die is toen 2 jaar gaan revalideren. Dan ben ik 2 jaar revalideren en dan moest je er met de trein heen. Maar dat was toen nog in die tijd een goederenwagon. En dan moest je hier ergens in Drenthe overstappen. En dan kwamen je ouders ook nog een maand op bezoek in zo'n vreselijk hamburgerhuis. En dan kostte in die tijd, in 56, kostte dat 2 jaar, alles, all in, kostte dat toen 78 Douwe Egbertspunten. 78 Douwe Egbertspunten. Nou, we zitten in Groningen, hier op de Turfsingel. En ik weet niet, u zult het weten, maar mensen in het land weten dat niet. Hoeft ook niet. Maar hier een paar huizen verderop heb je de geschenkenwinkel van Douwe Egbertspunten. Nou, daar heb ik eens even het, gidsje. Ja, nee, maar Vondelhof probeert Groningen een beetje op te stoten in de vaart der volkeren. Daar haak ik graag op in met even dit gidsje door te laten. Het begint al meteen goed. Heeft u dat ook wel eens dat u 's morgens wakker wordt en denkt... Nou, ik niet, maar de wekker wel. Een kopje koffie gaat er wel in. Dezelfde tekstschrijver als de gebruiksaanwijzing van onze vibrator. Hier. Hier heb je warm houtplaatje, excellent. Hier, warm houtplaatje. Mooi voor op tafel of ergens anders in de huiskamer. Ze weten het niet eens waar het moet staan, begrijp je? Dus als de tafel vol is, loop je de hele dag met dat warm houtplaatje door de kamer. Tot de man zegt, nou blijf daar maar staan, ik zet de koffie dus overal op. Dat warm houtplaatje excellent moet tegenwoordig opleveren 18.650 punten. Plus 32,75 bijbetalen. Exclusief 750 portokosten, waarin de winter dan nog eens 2,50 bij opkomt. Omdat de sledehonden in Oost-Friesland steeds duurder worden. Daar zou meneer Vonhovens wat aan moeten doen. Aan dat soort dingen. Hier heb ik ja. Oh, dat vind ik zo heerlijk dit. Hier heb ik me hier in de hoek, kijk, hier heb je, zie je dat kleine zwarte pokkendingetje hier? Maatschepje Largo. De maat is door DE zelf bepaald, begrijp je? Dus iedere keer 4 gram te veel, begrijp je? En dat over een vrouwenleven en dat maal 7,5 miljoen, tel uit je winst. Maatschepje Largo, 30.000 punten. En tussen haakjes, die heb je ook nog model 2. Maatschepje Largo, tussen haakjes, uitschuifbaar, donder toch op met je overbodige rotzooi. Een uitschuifbaar maatschepje. Hoe kom je erop? Iemand heeft 10 jaar industriële vormgeving in Delft gestudeerd, begrijp je? En die zit maar op dat lab. En die stormt opeens de afdeling research binnen. Eureka! Uitschuifbaar maatschepje ontdekt. Alsof wij in Nederland zo klein bij huis zijn dat moeder de vrouw tegen de kinderen zegt: jongens, zet even de keukendeur open. Ik ga het maatschepje uitschuiven. En dan legt de post, die legt er ook nog een schepje bovenop. Want ja, je loopt voor lul met zo'n pakje natuurlijk, hè. Ja, iedereen voor het raam. Oh, de PTT, een pakje, jongens, een pakje. Wat zou het zijn? Ja, ik zie niks. Toch komt die onze kant op. Wat is dat daar, postbode? Een pakketje, mevrouw. Maar ik zie niks. Wacht maar eens tot ik het uitschuif. Hier heb je theeservies klassiek. Theeservies, kan je het zien? Theeservies klassiek. Haast. Te mooi om aan te raken, dit prachtig. Eerst heb je 8 miljard punten gespaard. En dan mag je er van nou echt maar niet eens met je fikken aankomen, zeg. Ze zijn helemaal krankzinnig geworden daar. Hier heb je een kopje model Terrazzo. Hier, graniet met een fraai granietdecor. Ook in mok verkrijgbaar. Kun je je voorstellen, zo'n granieten koffiemok? Dat je, we gaan even koffie drinken, jongens. Kom maar. En dan opeens, hop, laat hier al die koffie over. En wie betaalt de stomerij?
Nou, hier heb ik de absolute limit. Hebben de zogenaamde bewaarblikken met Art Deco motief. Art Deco heeft vroeger nog van Peter Post gereden, weet je wel. Hier heb je die twee, die grote en die kleine. Weet je wat dat kleine blikje? Want dat is een puntenbewaarblikje. Ze zegt hier. Nee, maar. En weet je hoeveel punten dat moet opbrengen? Zoveel punten! Die passen niet eens in dat blikje! Toch helemaal krankzinnig van te worden. De dingen hebben geen waarde meer. Op het moment dat het minimumloon is losgekoppeld van de Douwe Egberts-punt, is het helemaal misgegaan met die inflatie. In diezelfde tijd waar ik nu over spreek, was ik een geliefd neefje. Ja, mijn ascetische levensinstelling, plus het feit dat ik nogal ijverig was, maakte mij een gewild familielid bij oom en tante. Er was altijd wel iets om de boerderij te klussen. Kwijtjes die in tijden van padvinderietes een heitje moest opbrengen, deed ik voor een knipoog of een opgestoken duim. En dan weet ik nog, ja, dat de oom was ziek, of de knecht was door zijn rug, of de zeug was berig, of de kuikens moesten gesext. Ja, dat was leuk, hè. Kuikensexen, daar was ik altijd heel goed. Mijn oom had er een hekel aan, maar ik voelde zo'n pakje dons. En moest je dan zo openvouwen, en de kippetjes aan die kant, en de haantjes aan die kant. En af en toe had je krak, en dat gooide je dan over je hoofd. En er werd dan weer kippensoep van gemaakt. Maar dan weet ik wel, dan ging je naar zo'n oom met zo'n hele zware koffer. En dan zat je in de trein. En dan in de trein. De trein, dat is zo'n ding dat op de rails rijdt. Hè? Tenminste, dat is over het algemeen de bedoeling van de trein. En dan kwam dat landschap zo links en rechts aan je voorbij. En dan opeens, daar was je het adres van je oom en je tante vergeten. Maar ja, die stonden op een station met een fiets. Daar kon je vergif op innemen. Maar dan kwam je aan en dan was je blij dat je dat niet gedaan had. Want dan stonden ze er niet. En dan begon je te ijsberen met dat koffertje. En dan zag je allerlei mensen steeds nadrukkelijker naar je kijken. En je had wel een gulden op zak, maar die mocht je alleen maar in noodgevallen besteden. Als er een atoombom viel, of als er een watersnoodramp kwam, à la Zeeland, of als er een kinderlokker was. Zodra je de hand van een derde in je broek voelde, moest je onmiddellijk naar huis bellen. En dan had je een gulden voorbij in zijn geheel, want losse kwartjes kon je alleen maar verliezen. Dus terwijl die kinderlokker dan, dan zat je lekker zo met je blote bibs omhoog, en terwijl die kinderlokker dan zijn werk deed, moest je over je schouder vragen, kunt u een gulden wisselen? En dan, nou ja, dan ging je op zeker met me lopen. En dan kwam je ook wonder boven wonder altijd weer bij die oom en tante aan. Dat zal ik ook nooit vergeten. En dan liep je langs het huis een beetje WG van de Hulst achter. Met zo'n verlichting. En dan kwam je en langs en dan zag je net dat tante het toetje aan het opscheppen was. Griezelpudding met galkoekjes. En je had een honger en je rende naar de achterdeur. Maar net als je de klink in je hand had, hoorde je... Voeten vegen! Oh, en dan stond je achter zo'n ongelooflijke... ruige kokosmat. En dan ging je tekeer. En terwijl je zo tekeer ging, hoorde je binnen dit verpletterende geluid. Dat was je oom die zijn toetje aan het eten was. En dan was het opeens doodstil en dan wist je, het is op. En dan had je de kamerdeur in je hand en dan wilde je naar binnen, maar er was net de bijbellezing begonnen. Dus bleef je minutenlang met die deur in je hand staan, want oom had niet graag dat God boos werd. En dan werd de Bijbel dichtgeklapt en dan wilde je naar binnen stappen, maar dan ging de bundel van Johannes de Heer open. En dan werd er nog zo'n verschrikkelijk a cappella gezang gezongen. En als die hele rieten achter de rug was, dan zei tante, wil je even helpen afruimen, neef? Altijd neef, hè? Nooit eens een keer je lekker bij je naam noemen, zodat ze tenminste wisten wie ze voor zich hadden. En oom dook achter de krant. En als tante in de keuken was, dan ging je gauw in de pan kijken of er misschien nog een spruitje of een prinsessenbontje was achtergebleven. Je gleed even met je vingers door de jus om te kijken of er nog een draadje van het vlees in zat. Maar aan de wellustige boer die oom achter het Veluws dagblad liet opkinken, had je wel in de gaten dat ook de laatste kruimel van de eigen heimer op de bodem van zijn maag was neergeploft. En dan bracht je die porseleinen schaal naar de keuken. Die liet je natuurlijk uit je vette jusvingers glippen. Oh, en het was tantes lievelingsschaal die ze nog van haar moeder, jouw oma, die hem weer van haar moeder, jouw overgrootmoeder had gekregen. En als dan eindelijk de theedoek aan het haakje hing, tante met haar haakwerkje het patroon zat te bestuderen. Oom zat te puzzelen en een apostel zocht met 5 letters, 2 letter een U, 4 letter een A. Judas, oom. Lucas, neef. Pakte hij je koffertje en dan zei het
rusten. En het was in een tijd dat zodra je dan de kamer uit was, was het ook onmiddellijk koud. En dan moest je naar een zolderkamertje langs een ladder met in de ene hand je koffer. En dan moest je met je kop een ongelooflijk zwaar vlieringdeksel omhoog duwen. En dan moest je met een beetje handigheid opwippen op het laatst, zodat je de koffer naar binnen kon slingeren. Omdat je anders met je kop er zo tussen bleef hangen. En dan moest je wachten tot oom en tante naar bed ging. En dan kwam je op een ijskoud zolderkamertje. En met een bed dat zo strak was opgemaakt, dat je wel een kwartier nodig had om tussen de lagers te komen. En als je dan eindelijk lag, dan begon de dorpsklok te bijeren om de boeren erop te attenderen dat de gerst gerochend kon worden, of dat de tarwe gehaverd kon worden, of we hadden wel weer een kuts moesten bedenken om die boer uit de slaap te houden. En dan hoorde je opeens gekraak op de trap. En dan gingen oom en tante naar bed. En in een conversatie die met veel boeren en winden gepaard ging, hoorde je dan tante zeggen: dit moest maar eens de laatste keer zijn dat we neef te logeren vroegen. Ja. En dan zei oom, hij zegt niet eens fatsoenlijk gedag als hij binnenkomt. Maar ja, zo'n conversatie motiveerde je ongelooflijk om de volgende dag nog eens extra aan te pakken. Want stel je voor dat je voortijdig naar huis gestuurd werd. Dat was het allerergste wat je als neef kon overkomen. Dan zei je ouders, ach, hij is toch te klein om alleen op stap te gaan. Hij heeft toch geen verantwoordelijkheid. En om die deugden te verwerven, heb je als neef strenge ooms en tantes nodig. Wat ook erg was, dat was als je diarree kreeg of moest braken. Wat meestal tegelijk kwam. Ja, omdat men in de provincie dingen had waar mijn stadsmaag niet meer tegen opgewassen was. Hè? Boekweit en grutten en spek en kaantjes. En meestal midden in de nacht begon het. En de wc was ergens achter op het erf. En er was één po in huis en die stond bij oom en tante onder bed. Dus altijd moest je weer dat kleine jongensachterwerk uit het dakraam wurmen. En met je kop over je schouder moest je nog proberen te braken wat er te braken viel. En de volgende morgen vroeg op om beneden de ramen te zemen, zodat tante niks zou merken. En als je eens eventjes een muziekje wilde en de radio, ah! Alleen voor het nieuws. Zodra er iets van een arbeidsvitamine dreigde, klik! Daarom staan al die rock'n'roll intro's nog zo vers in mijn geheugen gegrift. Well, since my baby lip, klik! Bebop, balula, regip, klik! Maar wel altijd die vreselijke a cappella gezongen gezangen. De Heer uw God is God uw Heer. De liefde van zijn doem zal haat en kwaad vergelgen. Wie niet doet wat moet, zal hij met zijn zwaard verzwelgen. Want God is goed. Lachen was absoluut verboden tussendoor. Zo vader is, zo is de zoon. En CV heeft daar later nog een televisiespelletje van gemaakt. Zijn toorn des duivels zal over de wereld woeden. Zijn liefde is verzengender dan haat. Wie aan het kruis hangt dood te bloeden, die kan geen kwaad. Dus u begrijpt dat de jaren 60 aan mij wel besteed waren. Weg met die ooms en tantes, opgedonderd met die autoriteit, regenten, weg met alle conventies, vrijheid, blijheid, alles kan. Ik heb deze ongelooflijke lange inleiding nodig, dames en heren, om u te melden dat ik tegenwoordig zelf oom ben. En de neefjes uit een volkomen andere hout gesneden zijn dan wij vroeger. Dat is werkelijk verbijsterend. Dat komt bij je binnen, Gunnar. Dat stormt bij je de kamer binnen. Mijn vrouw die roept nog, voeten vegen.
Heus geen Pietje precies op dat gebied, hoor. Want ik kom na het jagen ook wel eens met een bloedend konijntje of een hijgend hert de kamer binnen. Geen punt. Maar wat die jonge gasten in de gauwigheid, in de profielen van dat moderne sportschoezel aan ongerechtigheid in het hoogvolg tapijt weten te pluren, dat je er van zijn levensdagen niet meer uitgevalmoraal krijgt, is werkelijk verbijsterd. En dat stormt maar ook. En ze weten alles van milieu. Alles van milieu. Want ik schiet wel eens een pulletje zo in de prullenbak, weet je wel. Dan is het meteen organisch afval in de biobak, joh. Dat weten ze allemaal. En wij gingen vroeger met de trein, maar dat gaat tegenwoordig liften. Die weten dat ik een bekende Nederlander ben, maken een bordje met mijn naam erop en ze zijn er in een wip. En dan komt zo'n chauffeur en zeggen ze even thee drinken met Freek en Hella, kom maar. Ja, Freek en Hella, want de tijd dat een neefje nog ordentelijk oom en tante zei, nou die ligt mijlen achter ons, hoor. Dat tutoieert op de grens van het toelaatbaar. Ja, die stormen binnen, joh. Hey, Freek, doe eens wat leuks, joh. Ja, jongens, ik weet zo gauw niks leuks. Oh, zet je bril maar af. Oh, oh, oh. Dus loop ik weer de hele week zonder bril. En overal aanzitten met hun fikken, de afstandsbediening. En ze kunnen nergens tegen, want het is onmiddellijk kotsen. Want wij eten thuis namelijk gezond, boekwijd gerutte burgers en tofu cotoletto's, begrijp je? Dus dan zijn die jonge magen niet meer tegenop opgewassen. Dus ze komt er opeens in midden de nacht de slaapkamer weer binnen. Mijn vrouw en ik waren net in de fellatio overwikkeld. En die kleine die vraagt nog, zijn jullie aan het hevelen? En ik zeg, naar de wastafel, naar de wastafel. Hij zegt, nee, we komen allemaal in die zwanenhals en dat gaat gisten. Ik zeg, naar de wc, maar ja, je hoeft niet tegen ze te praten, dat heeft geen enkele zin, want ze hebben de hele dag die walk meer op hun hersens. Dus ik zeg, hier kotsen, in die wc. Dan komt in het riool. En dan gaan de ratten ervan vreten. En dan komt het in een organische cyclus terecht. En dan ben je uiteindelijk zelf de dieper. Dus ik ben nog twee rondjes door het hele huis gegaan. En toen zeg ik tenslotte, nou ja, kots dan maar op het hoogpolig tapijt, begrijp je. En maar met hun fik aan die apparatuur zitten, die afstandsbediening. Laatst had er een boterham in de videorecorder gestopt. En ging toen zitten kijken hoe je brood bakte, begrijp je? Dat soort ideeën hebben ze over de techniek. Leggen een floppy disk in een magnetron en zeggen dan dat het aantal bytes gaat verdubbelen. Begrijp je dat soort theorie? Maar hoe een pick-upje werkt, dat weten ze niet meer. Er komt er een die komt met die losse arm bij me staan en zegt, moet ik dit ding op die plaat zetten? En zeggen niks, want ze hebben die koptelefoon op hun hersens, dus ze horen je niet eens. Nou heb ik daar iets op gevonden. Ik heb namelijk zelf heb ik een cassettebandje gemaakt. Dus zodra ze nu het huis binnenkomen, doe ik dat gauw in hun walkman. En horen ze vuile house en hup-hop-leier. Hier je oom die tot je spreekt. Die als jij niet luisteren wil, zonder pardon je poten breekt. Kom je hier bij ons logeren, flippo, aso, randdebiel. Bulk dan als de sodemieter alle poep uit je profiel. Zeg dan netjes, dag heer oom. Geef je tante snel een ruiker. Dag mevrouw de huishoudhulp. Dag meneer de onderduiker. We hebben één illegaal in huis. Ja, ik heb namelijk achterin het tuin heb ik een plantenkastje. En ja, als ik die man niet had, zou mijn hele tomatenoogst mislukken, begrijp je. Ja, ze hebben een saai gedeelte, maar als je een paar ecstasypillen hebt geslikt, dan is het wel om door te komen. Daar is de stoel van tante, daar is de krant van oom. Wij eten hier met mes en vork, wij neuken hier met een condoom. Dop op de fles, plaat in de hoes, voeten van de bank en vinger uit de poes. Ja, vinger uit de poes, dat klinkt een beetje raar, maar die kleinste heeft dat boek van Midas Dekkers voor zijn Sinterklaas gekregen. Dus die zag dat de kat krols was en die greep hem bij zijn staart en zei, even de poes klaarmaken, joh, even de poes klaarmaken. Dat is iets anders dan kuikenseksen, hè? Ja, ze zijn ook nog bezig te experimenteren met vuurwerk, hè, met die beesten. Want ze hadden die Paul de Leeuw gezien met die kalkoen, dus ze dachten, nou, hè? Ja, als je de kat klaar wil krijgen, dan moet je gewoon een rotje in zijn achterste steken. Nee, mijn zwager heeft medelijden met ze. Maar mijn zorg gaat eerder naar hem uit. Hij zegt, wat mij betreft komen ze nooit in welk VN-vredesleger dan ook.
Terwijl ik de indruk heb dat als die serven nog ergens respect voor hebben, dat dat die neefjes van mij zijn. Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik één modelneef heb. Eén. Zijn vader is dan ook ontwerper. En hij is op zo'n tekentafel tot stand gekomen. En dat ventje dat had gezien dat er bij Ajax altijd zo'n jongetje voorop loopt met de bal. Die loopt dan voor die... Misschien heb je het ook wel eens gezien. Zo'n kereltje die dan een half uur voor de wedstrijd even bij de scheidsrechter op schoot moet zitten om hem mild te stemmen. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. En hij plakt beter en hij brandt beter en hij rolt beter. En daarom noemen ze zo'n ventje een mascotte. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En dan vroeg hij aan mij of hij een keer mascotte mocht zijn, want hij wist dat ik de voorzitter kende via Waldheim en Wiesentaal. En toen was hij toevallig, moest hij bij Ajax Twente. Misschien kan je de uitslag nog herinneren, een paar weken geleden. En dan was het opeens 1-0 voor Twente. Zegt, nou, die spelers van Ajax hadden er echt helemaal niks. Niks. Maar ja, dat kereltje moest na afloop even bij het bestuur komen. Ja, zo'n mannetje stond er achter die tafel. Voorzitter, penningmeester. Zo jongen, wat ben jij voor een kutmascotte, hè? Ja, die kreeg die hele nederlaag op zijn brood, zeg. Nou, ze hebben dat ventje en wie heeft jou aangemeld? Wie heeft je opgegeven? Dat wou ze weten. En ik lig daar natuurlijk zo. Dus hij hield zijn mond, hè. Niks gezegd. Toen hebben ze nog die fysiotherapeut, die heeft hem nog een uur gemarteld, zo. En wie heeft jou aangemeld, ventje? Hij heeft niks gezegd, hè. En toen is hij nog in een heel klein kamertje met een paar lampen, is hij nog een uur geconfronteerd met John Valloon. Ja. Maar helemaal niks. Hij heeft niks gezegd, hè. Niks gezegd. Hij niet. Maar het resultaat is dat John Valloon naar Feyenoord gaat. Dat heb je misschien wel gehoord. Dus dat kereltje kwam helemaal over zijn toeren kwam die bij ons. Hè. Ik wil naar huis. Ik zeg, geen sprake van. Dat is namelijk het allerergste dat je als oom kan overkomen. He, dat zo'n neefje voortijdig naar huis gaat. Want dan zeggen ze, ouders, die hebben geen verantwoordelijkheid. Joh, die mensen die als sociale bende. En om die deugden te kunnen veroveren, bereiken, heb je als oom en tante dit soort strenge neefjes nodig. Dit angstbeeld, je hebt 80 meter voortreffelijk gelopen. Weldra zul je het stokje moeten gaan afgeven aan degene die naar jou komt. Je wil het stokje geven, maar op dat moment denk je, hey, het zit vast. Als die volgende het afpakt, scheurt hij het zal van de handbal. Of misschien word ik wel 50 meter over het tartan achter hem aangesleept. Nog een angstbeeld. Je ligt te wippen op zomaar iemand. Voorspel is bevredigend afgesloten. Voorspel is vragen naar de bekende weg. En als je op de plek van bestemming bent gearriveerd, verbaasd uitroepen. Oh! Ah! Je ligt de wip op zomaar iemand. Voorspel is bevredigend af. Valt niet mee. Valt niet mee, voorspel met dat been. Tenminste, dat been gaat wel, want dat ligt stil. Maar dit been is opeens bewegelijk, zeg. Nu begrijp ik ook waarom verkeerde benen worden afgezet. He, dat is zoals chirurg vraagt, welk been zou ik amputeren? Nou, doe dit maar, want daar heb ik absoluut geen last van op het ogenblik. Maar goed, je ligt te wippen op zomaar iemand, je wilt penetreren. En op dat moment denk je, vergeten te vragen of ze aids heeft. Ja, je hebt het niet durven vragen omdat je bang bent dat ze anders denkt dat ze niet serieus genomen wordt. Wij,
Wij waren in Barcelona van de zomer. En dan waren wij in dat Olympisch dorp. En dan zat die Magic Johnson helemaal alleen in de eetzaal. En oh jee. Nee, hier zijn die estafettelopers zo bang voor, hè, dat het stokje valt. Dat het stokje valt. Ik weet niet of u iets van de Spelen heeft gezien, maar we hadden een fantastische 4x100 meter dames estafette. 4x dames 100 meter estafette, 4x100 meter. Ik weet niet, maar in ieder geval, 4 dames lopen dan 100 meter zo rond. Beetje onlogisch. Je zou denken, laat nummer 1 100 meter teruglopen, dat stokje aan 4 geven, dat die dan zo over de finish komt. Maar dat is niet logisch in de sport, hè. Maar we hadden een leuk ploegje, maar het probleem was dat ons sterkste punt was eigenlijk tevens ons zwakste punt, Nelly Koeman. Ik weet niet of u... Nelly is namelijk wel eens geblesseerd. Nelly is, kunnen we zeggen, tamelijk vaak geblesseerd. Ik kan haar beter Nelly Manco noemen. En ja, ze had dit keer weer een bilspier gescheurd. En kijk, als de gemiddelde gosatleten zeg maar een bilspier of 6-7 scheurt, dan hangt nog de reet boven de stuitje, maar... Bij Nelly hangt dat allemaal wat anders. Hè? Ik weet niet of u iets van haar fysionomie kent, maar dat is werkelijk nogal geprononceerd. Dus een soort buddy zit, hè? Ja, maar dan maakt haar trainer ook gebruik van tijdens de intervaltrainingen. Springt hij achterop, hè? Nu versnellen, Nelly, nu versnellen. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. En uitlopen. Tik, 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 tik. Maar ja, dan heeft zij dus, dan hangt die kont, die hangt zeg maar op die kuit. En iedere keer als die omhoog komt, flap, dan slaat hij hier tussen haar schouderblad. Dus dan denk je, huh, wat is dat, weet je wel? En net als je wil kijken, klapt hij weer tegen je kuit. Ja, wat is dat? En dat kost tijd. Dat kost tijd. En dat heb je niet, hè? Nee, dat heb je niet. Nee, en het probleem is, Nelly is niet alleen de eerste, maar ze is ook de vierde loopster. He, ze geeft het stokje aan 2, sprint dan razendsnel dat voetbalveld overdwars open en neemt het dan voor 3 in ontvangst en gaat zo naar de finish. Dat scheelt namelijk een rondje warming-up voor Nelly, hè? Want dat is ook een toestand. Heeft u dat wel eens gezien? De warming-up van Nelly komen. Dat is een ritueel. Die had geloof ik wel 3 religies door elkaar. Het is echt ongelooflijk. En dan tot slot krijg je deze, weet je wel. Dat ze dan zo met dat been zo... Dat was ook het moment waarop haar bilspier knapte. Dat ze... Ja, toen zei ze zo... Bang, weet je wel. En die andere loopsters dachten dat dat het startschot was. Dus ja... Die waren nog bezig met hun veet. En we hadden er nog eentje. Trainingspak. Paniek geweest, paniek. Dus toen moesten wij eigenlijk met 2 invalsters lopen, hè. Dus de nummer 1 en de 4. En toen hadden ze afgesproken dat ze zouden elkaar onderweg zouden ze elkaar brieven. Met een F, hè? Brieven. Dus zodra het startschot viel, zou loopster 1 vragen... was dit het startschot, jongens? Begrijp je? Dat het niet iemand was die een broodzakje opblies... of zeg maar de ETA die het hele stadion opblies. Maar dat er dus iets... Dus dan zou die andere roepen ja of nee. Begrijp je? Want als je alleen maar ja roept, kan je net zo goed niks afspreken. Dan maakt het ook niet uit. Maar zou in ieder geval niet roepen van, ja of nee. En er zou een meerderheid van stemmen, zou dan beslissen of loopt er eens over trekken of niet. En zodra ze dan weg was, zou ze roepen, ik kom eraan hoor. Begrijp je dat loopt ze 2 daarop kon anticiperen. Dat hij niet gaat staan van, jeetje, waar blijft ze nou? En dan weer, en dan gauw omdraaien en dat kost tijd. He, maar dat je alvast klaar staat. En dan het, dus zodra zij dat dan geroepen had, zou loopt ze 2 vragen, heb je het stokje wel bij je? Begrijp je dat je niet lekker aan het sprinten bent en opeens... En dan ben je... Stokje vergeet. Hey, in de kleedkamer laten liggen of misschien wel in het Olympisch dorp. Dat je helemaal met een taxi naar Barcelona moet. Want dat kost tijd en dat heb je niet. Hè? Dus er zou 2 roepen... Eén zou roepen, ja, ik heb het stokje bij me hoor. En ik ga het zo weldra aan jou overhandigen. Begrijp je dat die 2 niet opeens denken... Wat moet ik met het stokje, joh, donderop. We zijn nu met een wedstrijd bezig. Ga weg met je rare cadeautjes. Begrijp je? Dus dan zou 2 weer vragen, heb je de voorkant voor? Want er zit een voor- en een achterkant aan het stokje. Dat weten de mensen niet, maar dit is de achterkant, dit is de voorkant. En als je met de achterkant over de finish komt, hier pas staat de tijd stil. Hier, hier. Dus dat scheelt zeker 2/10 van een seconde, begrijp je? Dus hadden ze afgesproken dat ze zouden dan zo starten. En dan zou dit de voorkant zijn. Dus dan konden ze onderweg konden ze even checken of dat de voorkant was. Nou, dat was allemaal hartstikke goed doorgesproken. En ik zal nooit die eerste serie vergeten. In baan 1 liep Zuid-Afrika. Nou, ik weet niet of u die discussie gevolgd heeft, maar jarenlang. Dat gezeur over wit stokje, zwart stokje, weet je wel. Nou, nee. En wat denk je dat compromis wordt? Half wit, half zwart. Hadden we natuurlijk al jaren geleden kunnen zien aankomen. Maar goed, de een doet er wat langer over dan de ander. Zou je denken, nou, die kant zwart en die kant wit. Hè? Maar dan kregen we problemen. Want dan lag, zeg maar, de witte hadden aan de achterkant. En dat namen ze niet.
Ja, dat zijn discussies. Ja, dus dan is er weer een compromis. Dat het was dan zo over de helft. Dus die kant was dan wit en die kant zwart. Dus dan liepen de blanken, die liepen zo met het stokje. En de zwart, nou, dat is een moeilijkheden vragen natuurlijk. En in baan 2 liep Ivoorkust. En die had een groot stokje dat het eerst over de finish is, heeft gewonnen. Dus die liep een volkomen verloren positie. Maar ja, die konden goed. Dus ze smeden dat zo over de finish, hè. En in baan 3 liep Japan. Nou, jongen, zoals die dat stokje overgaven, dat was indrukwekkend. Oh, en dan... Hajo, hajo. En dan die andere van... Hoeho, hajo, hoe. En dan 2 stokjes, hè. En in baan 4 liep Somalië. Nou, die eerste loopster had het stokje al op voordat ze bij de tweede was. En in baan 5 liep Jamaica. Nou, wat die voor stokje hadden, dat weet ik niet. Maar dat was een gezelligheid onderweg, jongen. En loopster 4 kwam helemaal terug. Hè? En wij liepen dan in die baan daarnaast. En dan had je in de laatste baan had je Joegoslavië, tenminste wat daar dan nog van over was. En had je in baan 1 liep dan Olga Herzegovina. En die gaf het stokje aan die serveerster. En die gaf het dan aan die Kroatische. Maar die kwam met haar voet op Kroatisch grondgebied. Dus die pakt het stokje. Helemaal in elkaar. Helemaal in elkaar. En dan was die laatste loop, ze was dan een Montenegrijnse met Macedonische voorouders. Die vader dan een Albanese schaapherder was. En die moeder had nog gehockeyd in het Olympisch team in 1896. En die moest dan zo, die stond zo klaar. En toen had die Kroatische had een handgranaat. En die legde hem zo in die hand en die is 50 meter voor de finish, is die uit elkaar geklapt. Dus in die serie zijn we toen tweede geworden. Nog een angstbeeld, het gaat fantastisch. De ene lacht, lokt de andere uit. Er is een geweldige stemming in de zaal en misschien in de huiskamer. Mensen zijn al lang vergeten hoe je een man noemt die het met een vrouwencondoom doet. Als hij er niet zelf over begonnen was, had er niemand meer aan gedacht. En opeens wordt het programma onderbroken. Stel, er gebeurt iets verschrikkelijks. Iets heel ergs. Bijvoorbeeld... Nou ja, daar wilden we nou even niks te binnen schieten, maar... Er is zo erg dat Studio Sport ervoor onderbroken moet worden. 6 keer per dag maken de nieuwslezers gewag van duizenden doden honderden kilometers verderop. Maar zodra het leed boven de grote rivieren komt, dan is het ernst. Zo'n aardbeving in Roermond, dat doet ons allemaal niks. Het is allemaal eigen schuld, dikke bult. Bisschop Gijssen, God straft onmiddellijk. 8 maanden later weet niemand meer wat er eerder in Roermond was, in Dales of de aardbeving. Krokodillen huilen pas bij het zien van krokodillenleer. Soms zien zij in een damestas een geliefde broer of zuster weer. Maar wij televisiekijkers die ons zo onkwetsbaar wanen, plengen bij volkomen onbekende liters krokodillentranen. En de ernst wordt ook niet serieus genomen in het land. Neem nou een kwestie als de legalisering van euthanasie. Bij uitstek een vraagstuk voor een deskundige, een filosoof, een ethicus, een dominee desnoods. Maar nee, als men in Nederland uitsluitsel op dit soort heikele kwesties wil, dan gaat men altijd met camera en microfoon naar de markt van Zuid-Laar. Want het straatinterview, dat is tenslotte, dat geeft uitsluitsel over al dit soort ingewikkelde dingen. Wat vindt u van euthanasie? En dat is een beetje dan het genuanceerdste antwoord dat je kan krijgen. Wat vindt u vanuit en dan zie je zo'n echtpaar? Je, altijd een echtpaar dat verschuilt zich dan achter elkaar. Die man en vrouw hebben al jaren niks meer met elkaar te maken. Maar opeens zegt die man heel vrouwvriendelijk. Nou zeg jij het maar, Toos. Nee, zeg jij het maar, Herman. Nou, wat vinden wij vanuit en dan zie je? Nou, onze ouders hebben het allebei. Hoe bedoel je dat? Nou ja, wat ons betreft kunnen ze doodvallen. Wat vindt u van euthanasie? Nou, ja, als ik voor het kiezen had, zou ik zeggen... Ja. Ja. Maar als ik het voor het zeggen had, zou ik zeggen... Nee. Nee. Wat vond u van euthanasie? Wat vond u, hè? Er komt een lijk voorbij. Wat vond u van euthanasie? Ik kan uit ervaring iets zeggen. Wat vindt u vanuit een asiel? Prima. We hebben zelf een pitbull, die komt ook uit een asiel. Nee, maar
Het zijn altijd van die ongelooflijke stomme antwoorden. Dat je denkt, ja, waarom vragen ze mij nou nooit eens wat? Begrijp je? Ja, u heeft er een genuanceerd idee over. Ja, uiteraard, daar wil u wel eens even iets over zeggen. Maar die camera gaat altijd naar die minkukkels. Doe altijd naar die tommerikken. Altijd naar die ongelooflijke. Die enquêtes ook. Ze stellen altijd. Tuurlijk is de helft van het land fascistoïde. Omdat ze de verkeerde mensen vragen wie het zijn, begrijp je? Als u het zou zeggen, ja, dan was het niet zo. Begrijp je? Dan was de helft het niet. Maar nu is de helft het wel. Omdat ze altijd de verkeerde vragen. Nee, maar zegt u dan eens wat. Ja, nee, maar u zegt... Nee, u steekt uw vinger op, u zegt, laat mij nou eens... Nou, gaat uw gang. Iedereen kijkt, zeg het maar. Ja, nou, dan klapt hij opeens dicht. Dat is zo gek, hè? Ja, maar dat is nou zo, want zodra dat ding erbij komt, dan klappen de mensen dicht. Dus zo, ik weet niet of u wel eens naar die politieke uitzendingen kijkt, maar zodra een politicus een microfoon voor zijn neus zet, klapt hij totaal dicht. Er komt er geen verstandig woord meer uit. En het gekke is, een politici... Ja, ik zei het fout, maar laat hem maar even aanhouden. Want ik vind ze mooi. En dan moet ik even denken aan mijn oude collega Wim Kan. Die zou altijd zeggen, een politici, zou hij dan zeggen. Maar zodra dat ding in de buurt komt, dan klappen ze dicht. Wat is er opeens stil? Ja, Wim Kan was beter, maar dan hoef je toch niet zomaar... opeens nostalgisch, dan zit er af. Ja, dat waren tijden, zeg, ja. Papegaaien... huilen pas als een ander zegt wanneer. Verdriet is voor hen een kunstje dat ze ooit is aangeleerd. Maar wij televisiekijkers hebben het tot kunst verheven... door bij het minste of geringste uit een treuren mee te leven. Ja, dan heb ik nog een angstbeeldje. Je woont in het ghetto. Je woont in het ghetto. En het gaat niet goed met het ghetto. Ga niet goed met ghetto. Als wel goed zou gaan met ghetto, dan noemde je dat ook Villawijk. En. Maar ga niet goed met ghetto. En je denkt, er moet iets gebeuren, denk je. Er moet iets gebeuren, anders gebeurt er iets. En je komt in het eindstation van de ondergrondse en er liggen allemaal zwervers en die laten junk spuiten. En er liggen allemaal junks en die laten hun spuiten zwerven. Het is een gore bende in het ghetto. Je denkt, er moet iets gebeuren. Maar ja, waar moet je naartoe? Waar zijn de instanties? Televisie heeft genoeg beelden van die beelden gezien. Dus die hoeven niet meer, dus dan ga je naar de welzijnswerker. Waar moet je anders heen? Laat me wel zijn. Maar de welzijnswerker die is geprivatiseerd, dus dat kost geld. En dat heb je niet. Dus dan denk je, dan ga ik naar de wethouder. Maar ja, de wethouder is altijd bezig met de winkelpromenades en zo. Ja, dat zijn allemaal van die kleine, van die mensen die dan ooit wel eens een keer thuis een kamer vertimmerd hebben. En zodra ze dan wethouder zijn, dan moet de hele stad plat. Ja, dat is fantastisch. En dan zegt hij, ja, ik zou wel een onderzoek laten instellen. En dan zei hij, ja, die wethouder is ook een minkukkel, die weet voor niks. Ik ga naar de burgemeester. Maar de burgemeester is altijd in het buitenland om multinationals te strikken zich in een of ander industriegebied te vestigen. Zodat er meer werkgelegenheid komt, begrijp je? Zodat er meer te besteden valt. Zodat er meer rotzooi komt die opgeruimd moet worden. Zodat er nog meer mensen uit het buitenland kunnen aantrekken die dan in het ghetto kunnen wonen. En je denkt, er moet iets gebeuren, anders gebeurt er iets. Je denkt, ik ga naar de staatssecretaris. Maar ja, de staatssecretaris die heeft iets uitgefroten waardoor hij even een paar maanden moet onderduiken. En ik denk, ik ga naar de minister, denk je. Ik ga naar de minister, maar die minister is met een paar headhunters in Europa op zoek naar een betere baan. Ja. Je denkt, ach, ze hebben niks te zeggen. Ik ga naar de minister-president, maar de minister-president is aan het wielrennen met een komiek in Spanje. Is er ook niet. Ja. En ten einde raad, denk je, ik schrijf een brief aan de koningin en je hebt hem na 3 dagen een brief terug. Sorry, ik kan niet, ik moet mijn zoon bijles geven. Ja. Ja, maar dat is sneus. Hij heeft 3 zonen en juist uitgerekend die het moet worden, moet bijles hebben. Dat is toch treurig. En, ja, maar je kan niet kiezen, want als je kon kiezen hadden we wel een president gehad. Hè? Dus dat is een heel moeilijk pakket. Hij heeft een beroepentest gedaan, weet je, als een beroepentest. En er kwam uit dat hij het beste assistent-resident van Bonaire kon worden. Ja, maar nee, nog altijd die dommigheid dat je denkt door een uniform aan te trekken dat je dan iemand wordt. Ik begrijp dat niet, na zoveel jaar, nog altijd. Maar goed, dus die koning kon ook niet helpen. En toen waren die verschrikkelijke beelden uit Los Angeles. En je denkt, ja, het moet allemaal nog erger en nog verschrikkelijker worden. En dan komen ze kijken. En je denkt, hoe kan ik het nou nog erger en verschrikkelijker maken? Op zekere dag rij je met de ondergrondse terug. En voor je er erger hebt, zit je voor in die trein. Je staat bij de deur van de machinist. En je doet hem open. Je ziet het verschrikte gezicht van de machinist. En je doet iets waar je jezelf niet toe in staat. Dan je grist het brandbusapparaat van de wand. En je laat het volle kracht op het kop van de machinist terechtkomen. Die zakt in elkaar, valt op het gaspedaal. En jij maakt dat je zo snel mogelijk achter in de trein komt. De trein gaat steeds sneller. Raast over de stations heen. Er zijn nog wel reizigers die nog proberen. Maar die zien toch wel in dat ze beter niet kunnen opstaan.
En achteraf hebben ze er ook geen spijt van gehad. De trein die rijdt in volle vaart op het eindstation af. Daar is die bumper. En die metro die komt 6 meter verder dan die ooit geweest is. Alle reizigers in de trein zijn morsdood. Alle zwervers, alle junks, allemaal dood. Men spreekt van een ramp. En wie komen er opeens kijken? De wethouder, de burgemeester, de staatssecretaris, de minister, de minister-president. En de koningin met haar zoon, want die kan er nog wat van leren. Struisvogels huilen pas met hun kop onder het zand, want ze kennen hun emoties en die vinden ze gênant. Maar wij, televisiekijkers, zijn die schaamte lang voorbij. Wij huilen bij een overreden kater en zijn met een dode mus weer blij. Hè? Ja, nou ja, ik kom hier op de fiets, kom ik hier langs gereden. En als ik met de auto was, was ik natuurlijk al lang voorbij geweest. Want die gaat nou eenmaal sneller. En ik zie, want ik kom bij mijn broer vandaan. Die woont daar. En want ik dacht nog, laat ik gaan, want ik was met de fiets. En als je met de auto bent, nou ja, dan kan je wel even blijven plakken. Maar ja, voor je het weet is het 11 uur en dan weet je het wel, zeker bij mijn broer. Dus ik denk, laat ik gaan. En ik zit op die fiets. En het gekke is, ik fiets nooit. Want ik hou niet van fietsen. Maar ja, je mag hier niet met de auto hier. Kijk, daar loopt de snelweg en daar kan je met de auto. Maar ja, daar heb je niks aan als je hier moet zijn. Nee, maar ik reed wel eens op die snelweg. En dan dacht ik, je zal toch daar moeten zijn. Dan moet je met de fiets. Dus ik kom hier zo langs gereden van, bij mijn broer. En ik ga nooit naar mijn broer. Want dat is ook zo gek. Want die woonde altijd aan die kant van de snelweg. En dan kwam ik er nooit. Want dan was je met de auto, weet je, en dan dacht je best, oh ja, daar woont mijn broer. En dan was je dan weer voorbij, begrijp je? Dus dan, ja, omdraaien, de snelweg gaat niet. Dus ik kom bij mijn broer vandaan. Want mijn vrouw die zegt, nou, waar ga jij heen? Ik zeg, naar mijn broer. Ze zegt, jij naar jouw broer? Ik zeg, ja, jouw broer is mijn zwager. Dus ik, en ze zegt, hoe ga je dan? Met mijn auto een stuk, hoe ga je dan? Ik zeg, met de fiets. Ze zegt, jij met de fiets? Want ik heb een bloedhekel aan fietsen. Ja, dat getrapt, dat vind ik zoiets doms. Ik bedoel, dan komt die pedaal omhoog en dan gaat hij weer naar beneden. Ja, dan komt hij weer omhoog. Dat vind ik zo dom. Met de auto rijden, als die pedaal eenmaal beneden is, dan blijft hij beneden, begrijp je? Dus ik kom hier zo langs gereden. En zie ik opeens daar bij die lichtmast bij het stadion, zie ik zo'n steekvlam. Zo. Want ik denk nog, nou, dat is goed dat het daar is en niet daar. Hè? Want dan was mijn broer dood geweest. En dan heb je donderdag zo nog maar even een begrafenis erbij. En dat is altijd de dag waarop mijn moeder komt. Dus, en dat is nou niet de meest prettige dag, dus dan is zo'n begrafenis misschien wel even prettige bijkomstigheid, weet je wel. Ja, dat breekt de dag een beetje, dan heb je niet. Maar ja, goed, de auto is stuk, dan moet je een Volkswagen huren. En wie betaalt dat? Niet je broer, want die is dood. Dus, fijn, ik sta hier dus en opeens komt die steek. En dan komt dat been langs zo. Eerst die steekvlam en toen de benedio, dat weet ik niet. Nou, ik weet opeens niet meer of nou eerst dat been of toen die steekvlam. Of, ik bedoel, het is geen quiz. Hè? Nee, het is geen lopende band dat je denkt, nou ja, kijk, daar gaat de steekvlam, daar gaat de been. Weet je, dat je dat allemaal kan winnen laten. Dat je dan goed staat op te letten. Want het gekke was, dat been hield hier op, dat is niet normaal. Hè? Een been gaat meestal door, maar hier hield het opeens op. Want ik dacht nog, zeker iemand die een hele grote stap probeert te nemen, begrijp je? Omdat dat daar het stadion is, misschien een sportwedstrijd of een recordpoging, je weet het niet. Je weet die dingen niet, dus dan komt dat been en even later komt die arm langs. Hè? Dat was al toevallig. Dus eerst een been en dan een arm. Dan denk je, nou, dat zal wel iets met elkaar te maken hebben, begrijp je? Ja, zo zitten mensen in elkaar en dat was heel gek. Heel gek. Toen ging ik staan wachten op dat hoofd. Dat vond ik toch al een beetje vreemd van. Ja, maar dan ga je. Dan denk je, nou, wil wel eens kijken wat voor hoofd daarbij hoort. Begrijp? Ja, maar dat is toch heel gek? Dat is heel gek. Dus ik ga staan wachten op dat hoofd. En het komt opeens, want ja, je denkt een hoofd. Niet van dat er een oksel langs zal vliegen. Of, nee, of een navel. Hè, of dat er opeens een lul voorbij vliegt. Nou ja, een lul, is dat chockerend? Ik weet het niet. Ik bedoel, is een vliegend been minder erg dan een vliegende lul? Ik bedoel, kan een vliegend been wel in het jeugdjournaal en een vliegende lul niet? Ik weet het niet. Dus opeens vliegt dat oor langs en ik roep, hey Ros, tegen dat oor. Hey Ros, vanwege die Ros Perot, weet je wel, met die grote oor. Ja, dat vind ik ook weer zo naïef van die Amerikanen. Die denken dan iemand met grote oren, die zal wel kunnen luisteren. Dat is zo dom van die Amerikaantjes, hè.
Alsof iemand met een grote mond iets te zeggen heeft. Ik bedoel, als iemand met grote oren, als die zou kunnen luisteren, zou Pieter van Vollenhoven geen piano spelen, begrijp je wel? Dus ik zie dat oor langskomen en ik roep, hey, Ros, dat is zo krankzinnig. Alsof zijn oor terugkomt en roept, de mond komt er zo aan, want een oor kan niet praten, een mond kan praten, begrijp je? Een oor kan niet eens gebarentaal. Hooguit kan hij zijn lelletje een beetje laten wapperen, begrijp je? Maar ja, hoe moet ik nou uit zo'n wapperend lelletje kunnen opmaken dat hij zegt, de mond komt er zo aan? Daar ben ik niet op getraind. Ik ben niet geschoold. Ik ben geen identificatieteam. Nee. Dus ik sta hier zo te wachten. Er komt die hele bus met rouwverwerkers hier langs, want je mag hier helemaal niet met de auto. En die roepen, aan de kant, halve garen, begrijp je, rouwverwerk. En die aan de kant, halve garen. Die hebben niks te maken, hè. Die willen alleen maar... Dus ik spring aan de kant. En toen hoor ik gewoon bloep, 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 bloep. En dan valt het gebit daar in het slootje. Al die tanden zo, bloep, 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 bloep. Want ik dacht nog, gaaf gebit. En toen kwam die neus langs en toen was het gekke. Toen pas begreep ik dat het een neger was. Toen pas, hoor. Toen had ik pas door dat het een neger was. Want het oor, dat was wel zwart, maar ja, het kan ook geblakerd wezen. Dat weet je niet, hè? Nee, maar want ik heb wel zo'n gidsje van wat vliegt daar. Dat ligt in de auto, hè? En als je dat op de fiets gaat lezen, ik ben niet zo handig. Dus toen pas had ik door dat het negen was. En toen kwam het gekke, want toen wou ik weten wie het was. Heel gek. Toen wou ik wel eens weten wie het was. Heel gek. En dan stond ik daar opeens, midden in de natuur, te wachten tot de paspoorten uit de lucht zouden komen vallen. Maar dat is krankzinnig. Dan ben je toch een volwassen mens. Ik bedoel, ik kom bij mijn broer, dat is waar. Aardige kerel, daar niet van. Maar goed, als ik op de fiets alle aardige mensen, dan bleef ik fietsen. Dat doe ik niet graag. Maar dat je dan opeens staat te wachten tot er een paspoort uit de lucht komt vallen. Alsof iemand pas iemand is als hij een pas heeft. Nu pas begrijp ik het woord pas. Oh ja. Ja. Net nou we ze niet meer nodig hebben, begrijp ik het. En toen pas eigenlijk, toen had ik eigenlijk pas door dat ik stoned was. Op dat moment. Want toen ik die steekvlam zag, toen dacht ik nog, te gek spul. Want ik ben nooit stoned. Laatste keer was 15 jaar geleden bij mijn broer. Die woonde toen nog in Hogeveen. Daar was ik toen nog op de fiets. Kun je nagaan hoe stoned ik was. Blinde vinken huilen pas als hun leven is vergald door het falen van de slager. Als de schel hen van de ogen valt. Maar wij, televisiekijkers, kort doorzichtig, steken blind, zijn al van de kaart te krijgen door de glimlach van een kind. Er is pas sprake van een ramp als het rampenplan niet werkt. Immers zolang het rampenplan werkt, loopt alles op rolletjes. En de mensen vragen, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand, zeg. Als Studio Sport gewoon doorgaat, is er geen sprake van een ramp. Als een televisieprogramma tot het eind wordt uitgezonden, is er geen sprake van een ramp. Je kan dus rustig stellen dat we naar al die rotzooi op de televisie zitten te kijken in afwachting van een ramp. Veroorzaakt door mensen die op dat moment geen televisie kijken. Dove kwartels huilen pas als hun ellende is gestoeld op een stuk eigen ervaring. Wie niet horen wil, die voelt. Maar wij, televisiekijkers, Oost-Indisch doof en dolgedraaid, huilen al bij de playbackshow als ons een oor wordt aangenaaid. Krokodillen, papegaaien, struisvogels, blinde vinken, dove kwartels. Heb ik
dit angstbeeld. Je was de derde loper. Je hebt een aanvankelijke achterstand weten om te buigen in een leuke voorsprong. Je moet het stokje gaan afgeven en opeens zie je de sukkel aan wie? Oh jee. Daar gaat mijn prachtige voorsprong. En als je bent aangekomen, dan geef je hem een gooi. En je doet hem opzij. En je gaat voor goud. Maar onderweg word je gedisqualificeerd. Nog zo'n angstbeeld. Je wilt het wat artistieker maken. Als ik zou kunnen tekenen, dan teken ik een kindercrash. Waar bij gebrek aan een crashhulp de zuigelingen aan de ring van hun speen aan een kapstok werden gehangen. Zodat ze moesten zuigen voor hun leven, omdat ze anders op de grond zouden mieten. De zuigeling heeft de borst van moeder aarde losgelaten. Waar eerst handen zonder zoeken vonden, waar eerst lippen zonder zoeken zoogden. Waar vorm en inhoud één waren. De moeder was de melk, de zuigeling was de onschuld, is nu een hunkering naar een speen. Moeder aarde is uitgedroogd. Haar borsten hangen als lege velletjes op haar ribbenkast. Het kindergehuil overstemt het vliegtuiggeronk. Aan een parachute hangt een kist fopspenen. Moeder aarde is vergiftigd. Haar borsten zijn spuitbussen vol insecticiden. De zuigeling hangt als een vlieg aan een kleefstrip op de rug van de moeder. Wie de onschuld vermoord, blijft onschuldig. Als ik zou kunnen schilderen, dan schilder ik een zuigfles met een kurkentrekker, een wijnfles met een fopspeen. Een wijnrank met een tros kurken. Men zou mij surrealist noemen. Naïef. En je merkt naarmate het poëtisch gehalte van je voorstelling stijgt, de aandacht verslapt. In de huiskamer gaat men op zoek naar de afstandsbediening. Tussen de coulissen staat een jonge collega te trappelen van ongeduld. Hij heeft een briljante oplossing voor het probleem hoe je een man noemt die het met een vrouwencondoom doet. En je denkt, nog even niet, makker. Wacht even, ik moest laatst optreden voor illegaal. Het werd een dolle boel. Aan het eind van de avond zongen we, en we gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. Vraagt de journalist aan Hillary Clinton, pijpt u uw man wel eens? Ja, maar ik inhaleer nooit. Nog een angstbeeld. Je staat op receptie, je bent aan het praten en je voelt aan degene waarmee je staat te praten dat hij over jouw schouder aan het loeren is of er iemand is die interessanter is dan jij. Ik maak dat nooit mee, maar u regelmatig, neem ik aan. En je denkt, ik moet mijn gesprek een beetje pittiger maken. Je zegt, ach, al die bijzondere scholen voor islamitische meisjes, gaan we niet iets te ver in onze tolerantie? Ik bedoel, besnijden mag niet en dat wel. Ik vind dat als ze dan die school willen, moet de toelatingsvoorwaarde voor die meisjes zijn dat ze flink besneden zijn. Als wat goed is in de oorlog, illegaliteit, fout wordt na de oorlog, is dan wat fout is in de oorlog, fascisme, goed na de oorlog. Terwijl de Serven in naam van het katholicisme islamieten verkrachten en vermoorden, verbiedt de paus seksuele omgang tussen gehandicapten. Immers, onze lieve Heer heeft bepaalde mensen onafgeschapen en dan laat die gluiperige duivel ze klaarkomen. Dat kan natuurlijk niet. Ja, nee, maar hoe komt zo'n man erop? Ik bedoel, waar is hij mee bezig daar op dat Vaticaan? Wanneer zegt hij eens iets waardoor ik in positieve zin aan het bestaan van God ga twijfelen? Ik bedoel, als God overal is, dan is het een kogel. Als God overal is, is het een machinegeweer, dan is het een tank. Want die zijn overal. Wanneer maken ze nou eens eetbare kogels? Wanneer gaan ze met hosties schieten? Die hele gepreoccupeerdheid van de paus met seks, daar komt de Lourdes, dat weet u toch, hè? Ja, daar komt de Lourdes, dat is daar één groot Sodom en Gomorra, één grote pijp, rukbef en trek. Oeh! Ja, maar nee, maar die gehandicapten gaan er al lang niet meer heen om te genezen. Al lang niet meer. Sinds Adriaan van Dis erover geschreven heeft, gelooft niemand er meer in. Overgeschreven, hè? Nee, die gaat elke keer naar Lourdes, hè, om een boekje te maken. En dan komt daar wonder boven wonder, komt daar weer een novelle uit, hè? Maar nee, maar die paus die neemt dus één keer per jaar neemt hij zo'n seksuele maatregel. Als hij zelf een erectie heeft. He, dus met Pasen meestal. De Heer is waarlijk opgestaan. En op zekere dag gaat hij dan alle Rooms het neuken verbieden. En dan zijn we binnen 50 jaar van het katholicisme af. He, daar is het wachten nou op.
Er zitten weer heel wat in de zaal vanavond. Nee, wij waren van de zomer, dat mag ik zo graag vinden. Wij waren van de zomer in Barcelona. En het thema van deze spelen was Amigos para siempre. Vrienden voor het leven. En wij hebben ontelbare vrienden voor het leven gemaakt. Al moet ik van de meesten zeggen dat ik hoop dat ze niet al te oud zullen worden. Maar ik weet niet of u iets van Olympische Spelen weet. Maar eens in de 4 jaar zijn er dan Olympische Spelen. En dat is in 1896 begonnen. Dat is in Athene. Gesticht door Pierre de Coubertin. Dat is een Griek. Nou ja, ik geef maar wat informatie. Ik bedoel, als u het weet, dan is het prima. Maar als u het niet weet, dan denk je, oh ja. Maar, en dan had je nog geen Olympisch dorp in die tijd. En je had nog geen Olympische straat. Er was een Olympisch kamertje. En er zaten dan 5 atleten bij elkaar. En die zaten dan cola te drinken, hè, want dat moest van de sponsor. En op een gegeven moment zegt Pierre, nou in die tijd zegt Pierre, jongens, we gaan sporten. En ze zetten die glazen op die eikenhouten tafel. En ze lopen naar buiten. En die werkster die komt en die wil die tafel afnemen. En die ziet die 5 Olympische ringen op die tafel staan. Nou, zo is dat logo ontstaan in die tijd. Hè? Dus dat ging als een lopend vuurtje door Athene. En zo is de Olympische vlam tot stand gekomen. Nou, van het een kwam het ander. Hè? Ze moesten al die dingen ontdekken. Hamerslingeren bijvoorbeeld. Hoe is dat? Pierre was een chaotische voorzitter, dus hij snapte hem al. En dan had je in 24 gingen ze dus naar België. Daar zijn ze toen gaan Antwerpen. Nou, van het een kwam het ander. En toen in 36 kwamen de Spelen in Berlijn. Berlijn. En daar kwam alles eigenlijk een beetje samen. De sportgedachte en de politieke ideologie van die tijd. Dat was één grote triomf des wielens. En daar heeft toen een jurylid een aanvechtbare beslissing genomen. Enfin, er is een oorlog uitgebroken van heb ik jou daar. Die heeft 12 jaar geduurd. Toen heeft men in 48 de draad weer opgepikt in Londen. Londen, hoofdstad van Engeland. En nou ja, ik geef maar zoveel mogelijk informatie. En daar hadden wij onder de deelnemers Fanny Blankers-Koen. Een enkeling onder u zal zich haar nog herinneren. Fanny Blankers-Koen. Ze was getrouwd met Blankers en ze heette van zichzelf Koen. Dat was haar meisjesnaam. Maar ja, u hoort het ook al. Het is geen meisjesnaam. Het Koen. Koen is een jongens. Ja, laten we elkaar geen mietje noemen. Koen is een jongensnaam. Dus als jij je opgeeft voor ik wil bij de meisjes meedoen, hoe heet jij Koen? Ja, dat kan niet. Dan moet je bij de jongens zijn, begrijp je? Dus toen dacht ze, nou dan trouw ik, dan weten ze dat ik een meisje ben. Want in die tijd had je nog niet van die akelige, geniepige sekscontroles zoals nu. Dat had je toen nog helemaal niet in die tijd. Dus zij heeft toen gewonnen. 4 keer 100 meter estafette. Deze helemaal alleen in die tijd. Helemaal alleen. En nou, volgens mij heeft ze dan met dit stokje gelopen. Tot 80 meter horde, dat is ook 80 meter, oh, geweldig atleet. 80 meter, dat je zo over die horde heen moet springen. Tenminste, dat deed je dan die andere loopsters, maar zij nam ze onder haar arm mee zo. En leverde ze een afloop bij de jury. Ja, Hollandse huisvrouw, opgeruimd, netjes, je kent dat toch? Ja, maar die was snel, joh. Tijdens de serie nam ze eerst nog af met een stofdoek. Eerst nog, en dan, ja, jongen, kon ongelooflijk hard lopen. En zo'n huisvrouw. Dat komt toen allemaal nog samen. Enfin, in 52 zijn toen de Spelen naar Helsinki gegaan. Helsinki, de hoofdstad van Oslo. En ja, dat weet ik nog zo goed, want dat was het tweede jaar dat ik in de eerste klas zat. En daar deed toen mee, want daar wil ik even op aan, daar deed toen mee ritmeester Gruppelaar. Misschien dat een enkeling onder u, die oud voorzitter van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ritmeester Gruppelaar, ruiter voor niks. En nee, in 56 waren de Spelen in Melbourne, 56. Toen hebben wij niet meegedaan, want toen weet je wat, was Rusland Hongarije binnengevallen. Want de Hongaren waren in opstand gekomen tegen het communisme. Communisme? Nou, dat kan ik nou zo gauw even niet uitleggen. Maar toen hadden wij in Nederland iets tegen die vuile rotcommunisten, gaan wij niet sporten. Toen hebben we het geboycott, dat was geweldig. Want toen hebben wij in 1978, toen dachten Bram en ik, oh ja, natuurlijk. En wij hebben toen van de geschiedenis geleerd en toen zeiden we tegen die vuile fascistoïde Argentijnen, willen wij niet voetballen, maar dat lag heel anders. Dat lag heel anders. En ik begreep eigenlijk nu pas hoe anders, waarom. Want kijk, communisme is uitroeibaar en fascisme niet, begrijp je? Omdat communisme is een utopie, dat ligt buiten jezelf, dat is verzonnen. Maar fascisme, dat zit in ieder mens, begrijp je? Nou ja, nee, dat geeft niks. Dus in 52 hadden we ritmeester Gruppelaar en die moest meedoen met concours in piek. Maar hij kon helemaal niet, maar hij had een geweldige hengst. Een ongelooflijke Monique. Een wereldhengst. Monique Knol. Precies, Monique Knol. En dat was een paard. Nou ja, goh. Maar ja, daar moet iemand op zitten op zijn paard. Je kan zo'n paard niet zeggen van, hartstikke, zie maar, weet je wel. Dat zo'n paard opeens, waar zal ik eens overheen springen, weet je wel. En die ziet dan die 3 sprongen en die, ligt me reet, hè.
wat bij een paard nog niet meevalt. Dus, nee, dan moet iemand opzitten. En zo'n paard weet ook wel dat als hij zijn poot breekt, dan wordt hij afgemaakt. He, dat, ik heb nog geluk gehad. Nee. Maar dat weet zo'n paard, hè? Want het is in de topsport, je wint of je gaat dood. En geen tussenweg. Altijd die Nederlanders met die spoesjes, dat ze tweede zijn geworden. En dan waren ze opeens van zo'n vader ziek en dan moesten ze boodschappen doen. En dan kwam het trainingsschema in de knel. Je wint of je gaat dood. Geen gezeur. Geen tussenweg. Kun je nog herinneren, jaren geleden Hilbert van der Duijm, dat hij hoefde alleen maar die 10 kilometer uit te rijden. En dan was hij wereldkampioen. En na 9600 meter, dan ging die. En die trainer, hé jongen, Hilbert. Maar hij, en toen kwam Mart Smeets erbij, weet je wel, met die microfoon. Nou Hilbert, je bent 28, je gaat voor die wereldtitel. Je hebt nog 400 meter te gaan. En je bent werkloos, maar je weet, als ik wereldkampioen word, dan krijg ik die baan en dan ben ik onderwijzer. Je ouders zitten op de tribune. Je hebt jarenlang moeilijkheden met je gehad, maar je hoeft nog maar 400 meter. En je bent blij dat ze er zijn. En het stimuleert je op dat moment. En je hebt het helemaal alleen gedaan. Want je dacht, de kernploeg heb ik niet nodig. Wij twijfelden, maar je had de kernploeg niet nodig. En je hoeft er nog maar 400 meter te gaan. En Hilbert is al lang onder de douche, begrijp je niet? Al helemaal naar huis. Maar Mart is helemaal vervuld graag voor zichzelf. En je gaat ervoor, je vrouw ligt in het ziekenhuis, ze moet bevallen, ze krijgt een kindje. Je bent er blij mee en je hoeft nog maar 400 meter te gaan. Terug naar de studio in Hilversum. En dan krijg je s'avonds die samenvatting. Dat vind ik bij Mart Smeets altijd wel prettig. Een samenvatting, weet je, dan is hij helemaal weggeknipt. En dan krijg je Hilbert, wat ging er door je heen? En toen zei Hilbert, tweede is ook mooi. Ja, dat zou ik nooit vergeten. Tweede is ook weer. Ja, sodemiet erop, zeg. Tweede is verschrikkelijk. Mijn hele weekend heb ik daar zitten. Die ronde tijden bij. Oh, weet je wel. Oh, ja, anders is er helemaal geen fuck aan. Dus de hele tijd. Dus zit je in de huiskamer. 32-9. En dan hoor ik mevrouw. Wat is er, vader? Oh, moeder. Ze komen hoog in de 32, hoor. 33, 2. Oh, ja, nou, daar heb je het al wat ik vrees door. Oeh. 33, oh! Want ik weet nog wel, het was heel rustig dat weekend. Dat kan ik me nog gewoon goed herinneren. Want mijn zoon vroeg nog aan mij, hoe krijg ik de secondenlijm open? Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ik zei, met je tanden! En het is toen een maand heel rustig geweest. Nee, weet je, ik bedoel, je wint, oh, je gaat dood en niks. Eén uitzondering. Arnold van der Leijden, ja, die mag van mij derde worden. Dat vind ik zo schat. Nee, maar ik weet niet of u het gezien hebt, maar die finale dat hij tegen die Cubaan moest, jongen. Nou, wij zaten dus in die VIP-loge, in het boxstadion, zo'n VIP-loge. Wij zaten daar en opeens komt Lubbers naast ons zitten. Hoe die aan kaartjes kwam, mag Joost weten. Dus ik zeg, heb je nog wat gezegd, Ruud? En toen zegt hij, ja, ik heb gezegd tegen Arnold, zet hem op! Nou, toen die Cubaan de ring binnenkwam, konden wij zien dat Fidel Castro iets heel anders gezegd had. Jongen, die komt hier allemaal. Die had misschien gefluisterd van Harry Mulisch leeft nog of zo. Weet je wel, dat die Cubaan gemotiveerd was tot en met. Die van der Leijden, die stond dus heel gelukkig, stond hij net het zo. En toen hadden we na afloop nog zo'n cocktailparty. En weet je wel, dat je cocktails drinkt. Er stond zo'n vrouwtje bij met zo'n cocktailjurkje, weet je wel. Want ik kan me nog herinneren dat ik haar zo omdraaide en tegen de ober zei, schenk maar vol. Zo'n fantastisch leuk, zo'n klein vrouwtje. En er ging helemaal niks in om. Helemaal niks. En dat is zo leuk, want vrouwen schamen zich er tegenwoordig voor, hè. Ja, die durven dat niet te zeggen. Maar deze, hoe? Ik vroeg, wat gaat er nu om? Helemaal niks, zei ze. Helemaal niks. Dat vond ik zo enig, hè. En, want haar man die was dan Bobo en zij was dan Placebobo. Begrijp je? Dus dat ging... En toen zegt ze tegen mij, die van der Leijden is geen killer. Ik zei, nou, van jouw soort slaat hij nog wel 30 in een minuut dood, hoor. Ja, dat was misschien niet al te vrouwvriendelijk, maar ik bedoel, ze had erom gevraagd, zou je kunnen zeggen. Mijn Arnold. Enfin, dus, die Gruppelaar, ja, toen zei ze, jongens, we hebben die Monique, weet je, we zetten Gruppelaar erop. Het was zo'n rotgeintje op RVD. We zetten Gruppelaar erop. Dus die Gruppelaar, ja, die ging dan zo op dat paard en dan, hoep, elke keer kwam hij zo onder dat paard te hangen. Kan je je voorstellen, dus dat hij dan zo... En op zichzelf is het helemaal geen punt. Tot je bij de driesprong komt, begrijp je dan? Dan krijg je de moeilijk. Dus hebben ze nog geprobeerd, moet je je voorstellen, in die tijd... Hebben ze nog geprobeerd om dat paard de Fosbury-flop te leren. Kun je je voorstellen?
Dus dat zo'n paard ruggelings over die hindernissen gaat. Dat die gruppelaar er dus gewoon zo op zit, begrijp je wel? Ja. Het is een absolute flop geworden. En toen hebben ze hem dus helemaal met touwtjes en elastiekjes hebben ze hem zo op dat paard zo vastgebonden. En dan lag hij s'nachts in de stal, lag hij dan zo te slapen, begrijp je? Onder dat paard. Dus dan vroeg ze wel, doe je een oog dicht? Nee, maar mijn been slaapt de rest van de dag, begrijp je? En dan moest die gruppelaar, die moest toen naar Helsinki. Dat zou ik nooit vergeten, maar dat was natuurlijk weer geen geld. En dat was nooit geld, want de NOC had geen geld. En dan weet ik heel goed, dan hebben wij met de familie De Jonge, wij hebben er toen voor gezorgd dat gruppelaar naar Helsinki ging. Dan moet je even goed denken, dat kostte toen in die tijd, 52, was dat dan 14 dagen. Je was geen Olympisch dorp, had je niet, als een tentenkamp. En nee, je moest op eigen gelegenheid, maar dat kwam mooi uit, dan had een paard. En dan moest je bij Kiel zelf overzwemmen, dan kwam Carlotti kwam je halen. En dat kostte dan in die tijd alles bij elkaar, kostte dat, nou kan er een puntje naast zitten, 16,25 Douwe Egbers punt. 16,25. En die gruppelaar die heeft er helemaal niks van gebakken, niks. Want ik hoor mijn moeder nog zeggen, zonde van de punten. Ja, dat hoor ik er nog zeggen, het is zonde van de... Maar later heeft hij die woorden teruggenomen. Want we hadden in die tijd hadden we ook een fantastische waterpoloploeg. Ongelooflijke water, een kranig zestal. Weet je wel, van die mensen in zo'n water, in zo'n zwembad, die de bal met de hand naar elkaar toe moeten gooien. Want als je nou, als je hem even te laten zien dat het live is, begrijp je zo'n pluisje? Anders knip je zo'n pluisje er tussenuit, maar nu komt het pluisje. Maar goed, nee. En omdat, nou ja, ja toch, dan niet dan. Nee, zo dat je die bal overgooit. Want als je met je voeten doet in zo'n zwembad, dan verzuip je natuurlijk. En dan hadden wij een heel goed team. En had je s'morgens om 6 uur, dat zal ik nooit vergeten, had je die radio verslagen. S'morgens om 6 uur, dat is zo'n klein radiootje. En dan s'morgens om 6 uur hoorde je dan, want om 8 uur moest het zwembad namelijk weer leeg zijn. Krankzinnige tijd, 6 uur, maar om 8 uur zwembad leeg, want dan was er weer bejaarden zwemmen. Begrijp je? En ja, de Olympische Spelen stelden er nog geen fuck voor in die tijd. Dus dat was dan... Nou, s'morgens. Goedemorgen, luisteraars. En rest. Hoor, dat zijn de wereld. Helsinki. En dan wist je nooit of vader niet goed had afgestemd of dat die man een spraakgebrek had. Dat wist je niet, hè? Dus dan zat je bij die radio en wij zaten dan af. Die vader had je zo'n groen oog. Vader zat er heel tijd zo. En dan kon je niet tegelijk afstemmen en kijken. Dat ging dan niet, hè? Want dan was je net daar met je ogen en dan ging daar je hand opeens zo. Dus dan stond vader, die zat alleen zo. En dan zaten wij naar het oog te kijken. Dan zeiden we, ja, pap, iets, ja, ho, iets. He, dus vader was zeg maar een soort afstandsbediening avant la lettre, hè. Hoefde ook nooit batterijen. Dat was hartstikke makkelijk. Dus dan, en dan zat je s'morgens en dan... En een moeder, die zat dan met een pak breiwerk, want die liet zich ongelooflijk opklooien door zo'n radioverslag. Die ging als een gek zitten breien. Was fantastisch. Die heeft dus een keer bij de aankomst van een Tour de France-etappe een heel broekpak in elkaar gebreid. Echt ongelooflijk. En daar komen de renners de bocht om, het is de bal van Genugde die het eerste wiel neemt. Wout Wagmans en Wim springen er allebei achteraan. Het hele peloton komt in één klap op de ring af. Het is een ongelooflijk pak. Ze komen allemaal tegelijk op de worm. Er zijn sweepers uitgedeeld. En daar is een enorme valpartij. En hoppelen, liet ze zo 2-3 steken vallen. Ja, dat was ongelooflijk. En dan weet ik nog heel goed, er was op zeker moment nog zwanger. Dat was levensgevaarlijk, joh. Levensgevaarlijk. Want dan was er een doelpunt, weet je wel. En dan sprong je allemaal zo op. En dan, je was als het dood dat ze in zo'n breinaald ging zitten. Dat was verschrikkelijk. Maar dat was allemaal nog niet gelegaliseerd in die tijd. Doodsangst heb ik uitgestaan. Dat was verschrikkelijk. Maar dan weet ik nog, en die Tour de France verslagen in die tijd, dat was wat. Hè. Want dat ging maar door, kun je nog herinneren? Maar dan moesten ze wachten tot de laatste Nederlander over de finish was. Ja, want dat wilden ze weten. In Sint-Brillewort zaten ze te wachten, zijn ze al binnen. Weet je wel? Dus dan zaten ze te wachten. Dan liepen ze zo van, zeg maar van de etappenplaats naar Parijs. 1 verlengsnoer en dan een verdeelstekker. En dan ging er naar Hilversum en zodra die man had gezegd, terug naar Hilversum, de studio, plop, de ding eruit. En dan was het oprollen en volgende dag weer. Dus die man die stond dan, en we staan hier, dames en heren, in het zonovergoten Po aan de voet van de Pyreneeën. En we zijn hier in afwachting van dat grote peloton en al onze landgenoten, die volgens de laatste berichten er binnen is. Hij namelijk net binnengekomen, die is in de armen van de ronde misgevallen. Volgens de laatste berichten ligt het peloton op 58 minuten. We zijn hier in afwachting en we hopen u nog voordat de uitzending is afgelopen te kunnen melden dat al onze landgenoten, die kennelijk ook nog enkele achter het peloton geraakt zijn, over de finish zijn. We kijken hier in dit prachtige plaatsje rond. We zien daar de winnaar in de armen van de ronde mis. We zien nog steeds geen peloton dat volgens de laatste berichten op 58 minuten ligt. En we zijn in afwachting van het peloton.
We zien alleen de overwinnaar die hier in de armen van de rondemis is gevallen. En voor de rest zien we nog steeds geen peloton. We zien wel prachtige glooiende berghellingen met daarop de prachtige druiven en wijnranken met de druiventrossen die in de zon hangen te rijpen. En straks als ze rijp zijn, dan moeten ze geplukt. En daar komt Aden Dolaat met zijn mannen en die gaan lekker de druiven plukken. En die gooien ze in die grote vaten, die kieperen ze met MSUP in de vaten. En dat gaat allemaal lekker gisten. En dan heb je die fles kurk erop. Kurk je weer af, hoop werk voor niks eigenlijk. En dan op. Ja, schenk me er maar een glas in. We zien hier dan, nee, de winnaar is weg. De rondemis zie ik ook niet meer. Nou, misschien dat die elkaar gevonden hebben, des te beter. Wij zijn hier in afwachting van het grote peloton. We zien, ja, schenk me er maar een in. We zien steeds geen groot peloton. Volgens de laatste berichten op 1 uur 8 minuten ligt het grote peloton met daar nog weer een kwartier achter al onze landgenoten. Ja, dames en heren, wij zien hier dus nog steeds, zoals ik zei, al geen peloton. Maar wij zien hier wel die prachtige wijnranken en we zien daar de bomen voor ons. Allemaal bomen, allemaal bomen, jongen, jongen, jongen. Allemaal verschillende soorten bomen, grote bomen en kleine bomen. Maar ze hebben allemaal groene blaadjes, ja, zeg je. Zelfs zeg je in de huiskamer, dat is logisch. Maar dan moeten we hier eens in de herfst komen, luisteraars. Ik zeg niet dat het peloton zo lang op zich laat wachten, maar dan moet jullie zeggen, of in de winter. Dan zeggen, ja, maar verslaggever, waar zijn die blaadjes? Hè? Want en dan in de lente. Ah, daar zijn de blaadjes weer. Ha, daar is de rondemis ook weer. Nou, dat is dan kennelijk gebeurd. Ja, het ging mij nog maar een glas in. We zien nog steeds die prachtige druiven. Geen peloton, we zien geen peloton. We zien, maar wat ze wel zien, is een lantaarnpaal. Is een lantaarnpaal. Krankzinnig om hier op klaarlichte dag een lantaarnpaal neer te zetten. Wie zet er nou klaar? Want je staat maar lopen en dan ben je, oh god, Thomas, die lantaarn. Wie zet die nou klaar? Ligt er nog een lantaarn? Zet zo'n ding s'nachts neer, dan brandt die lamp en dan kan je zien, ah, een lantaarn. En dan loop je eromheen, begrijp je al? Ja, schenk mij dan maar een keer in. Nou, thuis in de huiskamer, het is steeds moeilijker naarmate die man meer dronk. En wij, jongen, wij zaten met zulke horen bij de radio. Hè? Want je leert iets over de druivenpluk. En je leert iets over de natuur en over de bomen. En je leert iets over de logica van de cultuur. Je leert iets over het leven zelf. Dat was radio. Je zat er horen bij. Tegenwoordig met televisie. Zep, 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 zep. Je kijkt niet meer, je luistert niet meer. Enfin, het was, ik zal nooit vergeten. Het was in 1952. Het was ergens in de zomer. En het Nederlands waterpoloteam moest de kwartfinale spelen tegen Hongarije. Het was morgen 6 uur. Vader had de hele nacht radio afgestemd. Ik zal het nooit vergeten. Mijn moeder die had voor ons van een paar onderbroeken allemaal een waterpolo-capje gebreien. En mijn zuster die kon al niet zwemmen. Die had zo'n bandje om. We hadden om een beetje in de sfeer te komen het aquarium voor de radio gezet. En mijn moeder had een pak wol bij zich. En daar, s'morgens om 6 uur. Goedemorgen, luisteraars. In Oost-West van Nederland, waar ook de wereld is. Olympisch stadion Helsinki. In Helsinki. Dat deed niet toen die man dat ook aan de Schavelandse weg in Hilversum met een tijltje afwaswater zou kunnen gaan staan, begrijp je? Maar dat was radio. In Helsinki. En daar komen de beide teams het stadion binnen, dames en heren. Dat zijn onze landgenoten met de witte caps. En dat zijn de Hongaren met de blauwe caps. De scheidsrechter loopt voorop en die gooit de bal in het zwembad. En daar zwemmen onze landgenoten op de bal of in de poging om als eerste bij de bal te komen. Het is Rui van Veghel en Kornrassen die proberen het. Maar ook de Hongaren zijn op. Het zijn de Hongaren die proberen de eerste bal. Het is de Hongaren Natsi. En daar komt de bal in de bal. De Hongaren. De bal gaat van man tot man. Dat is het leuke van dit spel. Je moet proberen de bal over te winnen. Het lukt de Hongaren wonderwel. De Nederlanders proberen er met hun handen. Proberen er tussen en erbij te komen. Maar het lukt onze landgenoten. Het is 1-0 voor de Hongaren. Het is 1-0 voor de Hongaren. Nou, daar zijn onze landgenoten. Onze landgenoten met de bal van reden. En met de stand 1-1 is volop. Mijn moeder had dus een gek zitten breien. Die heeft de stand 1-1 en de wol is op. En mijn vader wordt erop uitgestuurd. Opeens zakt die zender weg. En ik weet nog heel goed, voor het eerst van mijn leven moest ik naar die afstemknop. En dat was je niet gewend. En mijn hand schiet uit en ik zit opeens in Brussel is 1. En ik kom in Brussel is 2 en ik zit opeens in Frankfurt. En ik raak helemaal in paniek. Want de stand is 1-1 en ik wil het horen. En opeens zit Hilversum 2 de waterstanden van hedenmorgen 5:30. Loop weer beneden de sluis, 24-3. En op dat moment komt mijn vader weer de kamer binnen. En die zegt, 24-3. Wat is er allemaal gebeurd? In vredesnaam. Maar goed, hij heeft hem in no time weer teruggevonden. En de stand is 2-2, dames en heren. 2-2, ongelooflijk spannend. Mijn moeder zegt nog, ik had hem vol gevraagd. Ja, de winkels zijn dicht, zijn deze schapen ook niet goed. Dus mijn moeder die begint te die gaat scheren en die gaat spinnen. En onze landgenoten komen er. En voor 3-2. En er is nog 1 minuut te spelen, dames en heren. Er is nog 1 minuut te spelen. En daar komen de Hongaren. De Hongaren zijn in balbezit. En wat is daar met de Nederlandse keeper aan de hand? Wat is daar met de Nederlandse keeper aan de hand? Dat lijkt wel, dames en heren. Wat de neer. Wat is er met de Nederlandse keeper verdrinkt? De Hongaren schieten de bal op het Nederlandse doel. De bal dreigt het Nederlandse doel door de boren. En op dat moment
sprint, ritmeester Gruppelaar met paard en al te water. En wij winnen met 3-2. Paard verzuipt. Maar ja, dat is topsport. Uurtje later komen al die bejaarden. En die zien dat dode paard drijven, maar ja, die durven niet naar de badmeester. Want die wordt helemaal gek van dat demente gezever. Ja, er zijn altijd wat versmoeien. Badmeester, ik heb een topje thuis laten liggen. Oh, gooi ze maar op je rug. Badmeester, ik heb mijn zwembroek niet bij me. Oh, hang je plooien er maar voor. Dus om nu over dat paard te beginnen, dat durfden ze niet. Dus ze hebben nog geprobeerd dat beest te reanimeren. Er was nog een oud vrouwtje bij met een paardenbek. Die heeft nog mond-op-mond behandeling gedaan. Te vergeefs. Te vergeefs. Angstbeeld, je ligt helemaal vooraan. Je bent de laatste loper. Je hoeft nog maar enkele meters en opeens stok je niet bij je. Al het werk voor alle anderen is voor niks. Je ziet de finish. Je wil versnellen, maar wat je aan wilskracht wint, verlies je aan techniek. Je struikelt, je valt, niemand kijkt naar je. Je bent een toeschouwer van jezelf geworden. De wedstrijd is gelopen. En wat doet de scheids? Geen fluit. Eerst het stadion afbreken. Dan pas gaat de nachtkaars uit. Heb ik nog een angstbeeld? Je wil met je vrouw een potje gaan pingpongen. Ze zegt, ik ga nog even de hond uitlaten. En het duurt en het duurt. Je wordt ongeduldig. Je loopt naar het balkon. 12 hoog, je kijkt naar beneden en je roept, kom nou! Kom nou! Je draait je om. En op dat moment, boven de flat van de overburen, een Boeing 747. Je probeert het nog te relativeren. Je denkt, laat ik van het balkon springen en roepen, Batman! Maar het is te laat. Nog een angstbeeld. Je zit in de cockpit van een vliegtuig. Je ziet de landingsbaan, maar je weet, ik haal hem niet. Je begint te vloeken. Gods Christus, we vliegen recht op die cholere flats af. Ik pis in mijn broek. Wat doet die stinknikker met die twee pingpongbedjes op dat balkon? Volgens mij zit dat hele stinkhok vol met illegalen. Het is er één grote drugsbende. En op dat moment realiseer je dat je op je woorden moet passen. Omdat alles wat je zegt door een voice recorder wordt geregistreerd. Je drukt op rewind en begint opnieuw. Voor den drommel, we vliegen recht op die imposante hoogbouw af. Volgens mij ben ik incontinent. Kijk eens, we worden gewenkt. Sneu voor deze gastvrije mensen dat we zo onverwachts op hun dak komen vallen. Is er niet een villa-wijk in de buurt waar we op kunnen neerstorten, zodat die gluiperige belastingontduikers in de rij achter een dranghek moeten staan om zich te legitimeren? Is er niet ergens een landgoed? En de misleide massa, zonder start- of landingsbaan, schiet de bekende zondebokken. Wakkert de nachtkaars nog wat aan? Nog een angstbeeld. Je hebt 15 kilometer door de droogte gelopen, door het stof van de woestijn. En eindelijk kom je aan op de plaats van bestemming. Een vrachtwagen van de Verenigde Naties, van waar voedsel verstrekt zal gaan worden. Je sluit achteraan met je ijzeren pannetje en wacht geduldig op je beurt. De zon brandt op je kop. Maar het idee dat je gezin thuis wacht op jouw terugkomst en je voedsel geeft je de moed om vol te houden. Maar naarmate de dag verstrijkt zie je je kansen slinken. Opeens zie je dat de vrachtwagen bijna leeg is en je voelt dat je niet aan de beurt kan komen. En je doet iets waartoe je jezelf niet in staat had geacht. Je heft je rechterhand en laat het pannetje volle kracht op degene die voor je staat terechtkomen. Dat brengt degene die achter je staat op een idee.
Je slaat voorover en ligt tussen allemaal spartelende armen en benen. En je denkt, geluk. Geluk is op een markt in Nederland kunnen discussiëren over de legalisering van euthanasie. Na jaren van verdeeldheid legt de VN eenstemmig ja. De zorg over de nachtkaars in handen van Amerika. Nog een angstbeeld. Er is 11:55. Het is oudejaarsavond. Je zit met het hele gezin bij elkaar en er is nog steeds geen ruzie. Ondanks het feit dat ze weer begon over voetbal te zeuren. En als je niet gevoetbald had, had je je poot niet gebroken. En jij zegt, ja, voetbal is oorlog. Waarop je vrouw zegt, nou, ik zie die Joegoslaven liever voetballen. Ondanks het feit dat al je neefjes er weer in geslaagd zijn tenminste één appelflap in het hoogpolig tapijt te trappen. En je hebt een lel om zijn oren gegeven. Waarbij de koptelefoon van zijn walkman gebroken is. Het is nog steeds vrede. Ondanks het feit dat je moeder weer over Lady Di begon en dat het zo zielig was. Waarop je broer zei, ze is er nog genadig afgekomen. Want als haar man Hendrik de VIII had geheten, was de kop eraf gegaan. En had hij alleen het onderstuk gehouden. En op dat moment valt er een pijnlijke stilte. En ik denk, er moet gauw iets ontspannends gezegd worden. Want anders hebben we nog voor het nieuwe jaar begint stront. En je denkt, even iets leuks. Hoe noem je een man die met een vrouwencondoom doet? En terwijl je het zegt, denk je, oh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar je zwagers willen het weten. Nu! En je neefje zeggen, anders ben je ook zo leuk. Iedere heldendaad is eenmalig. Je kunt de Hamlet maar één keer schrijven. Je kunt de hemel maar één keer ontdekken. Het noodlot van de held is voor eeuwig held zijn op grond van één heldendaad. Zodra de held in herhaling vervalt, wordt hij een vedette. En de roes van de beleving wordt de pose van de vertoning. Noodlot wordt illusie, woord wordt cliché. Middel wordt doel. Spel wordt act. Geen gelul, zeggen je zwagers. Ik wil het weten, nu. Je moeder zegt, ik ga even naar de wc. Je kinderen gaan voor het eerst uit zichzelf de hond uitlaten. Je neefjes zetten hun walkman af. Je zusters beginnen de zaak te sussen, daar zijn het zusters voor. En op dat moment heft je broer, wiens vierde naam Kaaien is, de kandelaar van tafel. En laat een volle kracht in je schedel landen. Je zakt in elkaar, je valt in coma. Het wachten is op een wonder. Klaar gleed een bruigom van zijn bruid. Maar zij dacht onbevredigd. Oh, zo gaat de nachtkaars uit. To have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
nog zo'n angstbeeld. Je zit naar iets te kijken. Je weet, het is afgelopen. Maar toch blijf je zitten. Want je denkt, misschien komt er nog iets. Dat je morgen opeens door de stad loopt. Je bent vroeger weggegaan of je hebt te vroeg uitgeschakeld. En iemand vraagt aan je, hoe noem je een man die je met een vrouw komt ontmoet? En je zegt, ja. Dan had je maar moeten blijven kijken. Binnen handbereik. Verschoten was het kruid. We spraken van een wonder. En toen ging de nachtkaars uit.